ben helaas aan de onderkant van mijn arm ben ik er een beetje uitgescheurd. Nou, we zijn hier bij Amare aan het Spuitplein en we hebben hier een repaircafé XL met 100 reparateurs van repaircafés uit heel Nederland. En hiermee vieren we ons 15-jarig jubileum, waarmee we laten zien repareren is mogelijk. Repareren is hartstikke leuk. Het is vaak helemaal niet zo moeilijk. En er zijn hier allemaal vrijwilligers die mensen met kapotte spullen kunnen helpen. En het werd door een bijzondere gast geopend vandaag. Ja, we waren vereerd dat de burgemeester van Zanen ons repaircafé kwam openen. Hij had een hele mooie speech en hij is ook naar een van de reparateurs toegegaan met zijn sokken waar een gat in zat. Ik heb een paar sokken meegenomen. Gewassen. En ze zijn gewassen. Ik heb een blouseje meegenomen en ik ben helaas aan de onderkant van mijn arm ben ik er een beetje uitgescheurd. En ik dacht van ja, ik kan hem wegdoen, maar misschien is hij nog te repareren. Dus ja, en ze zegt dat het nog kan, dus dat is fijn. Hoe lang zit u al achter de naaimachine? Wanneer heeft u dit geleerd? Mijn hele leven. Ik was 12 jaar, toen maakte ik al cirkelrokjes en rimpelrokken. Bent u al langer bekend met het repaircafé? Nou, ruim 10 jaar. Mijn waterkoker was kapot, dus ik ging naar het repaircafé in Waldeck. En er moest heel lang wachten en er waren naaimachines stonden er en een heleboel mensen waren aan het klagen en zo. En ja, en waarom is er geen naaister en het duurt zo lang en dit en dat. Ik zei, oh, moet er wat genaaid worden? Ik zei, nou, ik kom wel. Ja, dit is een heggenschaar. Waarschijnlijk zit het snoertje los. Dus dan maken we hem open. Dan kijken we waar het snoertje zit, hoeveel blaadjes dat er nog in zitten. En hoe komt u zelf aan de kennis om dit te kunnen repareren? Veel oefenen en durven proberen. Kijk, dit kan ik wel. Maar vindt u het ook leuk om te leren hoe u zoiets moet repareren? Ja, ja, dan kan ik de volgende keer, maar ik hoop de volgende keer dat hij het gewoon doet. Hè.